Maatschappij is criminaliteit. Het verschil tussen een misdrijf en een overtreding. Een misdrijf is ook een poging tot en medeplichtigheid strafbaar. Een poging tot moord is nog steeds strafbaar. En als je helpt bij een overval plegen, is dat natuurlijk ook strafbaar. Bij een misdrijf krijg je ook te maken met een strafblad. Of, zoals het zo mooi heet, een uitreksel justitiële documentatie. Wat je hebt gedaan, wordt dus eigenlijk bewaard. Dit heeft een aantal nadelen, want anders kun je bijvoorbeeld geen verklaring omtrent het gedrag meer krijgen. Bij een overtreding ligt dat iets anders. Bij een overtreding krijg je, als je een vrijheidsstraf krijgt, zit je die uit een huis van bewaring. En dat is aanzienlijk minder streng dan een gevangenis. De maximumstraf bij een overtreding is 1 jaar vrijheidsstraf. Dus 1 jaar in een huis van bewaring. Bij een overtreding krijg je ook geen strafblad. Zware criminaliteit. Wat is dat nou? Bij zware criminaliteit moet je denken aan bijvoorbeeld moord, inbraak, verkrachting, overvallen, de verkoop van harddrugs en georganiseerde misdaad. Terwijl als je kijkt naar veel voorkomende criminaliteit, dan moet je meer denken aan winkeldiefstal, vernielingen, zinloos geweld, graffiti en door rood rijden. Bedenk wel, het is nog steeds criminaliteit, want zinloos geweld mag dan wel redelijk vaak voorkomen. Het is er niet minder ernstig om.